Jan Eversen, wij dachten gisteren bij Rijnmond dat jij een grapje maakte toen je zei in FC Rijnmond dat je het bierelftal wilde uitnodigen. Dat was het toch niet? Nee, maar dit was niet zo'n slecht team waar we tegen speelden hoor. En dat is geen excuus, want ze wisten mooi wel winnen. Maar het was volgens mij een versterkt team van de Xerxes. En die speelde heel behoorlijk en die maakte het ons heel moeilijk. En wij speelden dan gewoon een hele matige wedstrijd. Maar het is wel een tweede klasse, inderdaad aangevuld met een aantal spelers van het bureau Prestige Sports. Ja, dat zijn ex-profs zijn dat. Maar nauwelijks ex-profs toch? Ja, oké, maar kijk, dit soort dingen gebeuren gewoon, het is een open dag. Ik moet eerlijk zeggen dat met al die open dagen die ik meegemaakt heb, heb ik nog nooit een fatsoenlijke wedstrijd gezien. Het maakt niet uit bij welke ploeg, maar je bent lang bezig, je hebt anderhalf uur in die zon gezeten. Mag ook geen excuus zijn tegen de tweede klasse, maar het maakt het er niet beter op. En bij ons, ik merkte een matte indruk en we speelden in een 2-3 tempo's te laag. Ja, en dan blijft zo'n ploeg ook op de been. En, maar ik vond dat zij, je kan alles wel afschuiven dat wij slecht waren, maar ik vond het hun heel behoorlijk doen. Want zij zetten druk op jullie, best wel. En jullie kregen het niet voor elkaar om dat bij hun te doen bijna. Ja, omdat we gewoon heel stom speelden. Kijk, als jij 1 op 1 komt te spelen en je hebt een spits. Ze spelen achterin bij hun 1 op 1. Je hebt een spits van 1,95. Daar hebben we het gisteren nog over gehad. Dan speel je er gewoon lang. Dan gaat er niet zelf de problemen als je ziet hoe de tegenkomst komen. Dat is dan comedy capers. Ja, en dat is gewoon heel dom. Misschien kan je het wel omschrijven. We speelden gewoon heel dom vandaag. En als een tegenstander op een bepaalde manier speelt, dan moet je een oplossing hebben. Nou, wij reiken ze aan op een training, maar dan moet je in de wedstrijd ook wel eens een keer gaan herkennen. De dingen die jij vertelt zijn veel dingen die tijdelijk zijn, die één dag kunnen voorkomen. Maar is dit ook het fenomeen wat je al langer in de voorbereiding ziet, dat het misschien ook met kwaliteit te maken heeft? Nou ja, kijk, alles heeft met kwaliteit te maken. Maar je kan een mindere dag hebben een keer. Ik heb ons ook beter zien spelen, want dan tegen Heracles vond ik ons uitstekend spelen. Maar het is natuurlijk, we hebben wat nieuwe spelers, het blijft een beetje komen en gaan. Nu hebben we een redelijk qua aantallen bezette selectie. Maar het is nog geen zeg maar ingespeeld geheel. En dat kan ook bijna niet. Hè. We begonnen geloof ik met 14 man en we hebben er nu 20 tot 21. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. En ik ben ervan overtuigd dat we over een maand anders spelen dan nu. Dat weet je gewoon als je bij Dordt zit, je begint niet altijd met een complete selectie. En je moet maar altijd, we hebben wel een hoop proefspelers gehad. Nou, we hebben een aantal van genomen, een aantal van niet. Maar er is gewoon heel veel werk aan de winkel. Dus het is niet dat ik hiervan schrik of zo. Hè. Ik wel een klein beetje. Maar dat is minder belangrijk dan dat jij er niet van schrikt. Ja, maar ik zie ze elke dag. En ik weet dat we gewoon veel beter kunnen. Maar dit heb je wel eens. Hè. Zo lekker weer, zonnetje, een beetje loomig, je kent het wel. En er waren wat meer mensen om handtekeningen. Ik vond het heel positief trouwens. Ja, dat waren echt heel veel mensen. Maar ja, ze hadden misschien gedacht, we zijn in een kwartier klaar en dat duurde geloof ik anderhalf uur. Ik moest ook een paar keer even uit de zon, weet je wel zo. Nou, en ik hoef nog niet eens te spelen. Maar dit, ik schrik hier niet zo gauw van, joh. Er zijn zoveel wedstrijden in de voorbereiding, dus lees je uitslagen. En dan verliest Feyenoord van VVV. Ja, joh, dat is voorbereiden, joh. Dat zegt toch allemaal niks. En wij spelen 2-2. Ik vind het veel belangrijker dat we volgende week winnen. Het had leuk geweest als we vandaag met 10 hadden gewonnen. Maar er is geen enkele garantie dat je volgende week tegen Eindhoven 3 punten haalt. Hoe vond je dat Geert Arend Roorda je nieuwe aanwinsten deed? Nou, Geert, je kan merken dat Geert nog niet 100% fit is. Nee. Hij doet goede dingen. Hij denkt wat sneller dan de gemiddelde speler bij ons. Sommigen begrijpen hem nog niet. Hè, want als hij een bal krijgt, speelt hij gelijk door. Ja, en sommigen die houden daar geen rekening mee. Dat is een iets ander niveau. Dus dat zal ook aan elkaar moeten wennen. Maar hij had wel eens een aantal keer de balverlies, maar dat heeft te maken met niet fit zijn. Ja, en dat duurt ook even een week of vier voordat hij zo fit is dat hij 90 minuten bij ons een belangrijke rol kan vertolken. Dus dat kan alleen maar beter gaan, joh. Dus geen paniek. Heb je al een keuze gemaakt wat betreft de eerste keeper? Toluca speelde de eerste helft. Week. Die maken we volgende week. En dan gaan we eens goed zitten en wie de beste indruk maakt. Dus, kijk, het is best moeilijk, want ze ontlopen elkaar heel weinig. Ja, dus er zijn er vaak details waarop je een beslissing gaat nemen. Dus dat moeten we van de week gewoon zien.